Oké, guys, welkom bij een andere video. Mijn naam is André en vandaag ga ik jou bachata linker en rechter draai leren. Deze twee draaien zijn echt essentieel als je bachata wil leren dansen. Als je de juiste techniek leert en goed oefent, dan ga je echt merken dat je dansen veel beter wordt. We gaan gelijk beginnen, guys. We doen eerst de basisstappen. 5, 6, 7 en 1, 2, 3 en 5, 6, 7. Oké, draai begint al bij de voorbereiding. Niet wachten totdat de draai echt moet gebeuren, want dan ben je te laat. Ik begin bij de voorbereiding op 5, 6, 7, tap. In plaats van tap, zo ga ik tap links doen. Omdat ik nu een linker draai wil doen. Ik maak een tap hier, daardoor is mijn heup ook meer geactiveerd voor de daadwerkelijke draai. En dan ga ik mijn bovenlichaam ook voorbereiden. Ik zet nu mijn hand gewoon op deze manier. Als je zo meteen samen danst, dan heb je je hand waarschijnlijk boven of iets. Maar het gaat om dat je frame opent. Dus niet op deze manier. 5, 6, 7, tap. Kijk, nu is mijn frame dicht. Ik wil mijn frame open hebben, want met een open frame kan ik echt goed gaan draaien. Oké? Dus open je lichaam, open je frame. En maak de tap. Nu gaan we stappen op 1. En kijk hoe mijn bovenlichaam alvast draait. Die begint te draaien eigenlijk. Mijn bovenlichaam gaat draaien. En stap, stap, stap en tap. De stappen zijn als volgt. Ik stap, stap, stap. Oké? Dus je doet eigenlijk 2 stappen waarin je echt aan het draaien bent. En dat is op 2 en 3. Tap. 1, ben je nog niet aan het draaien. Op 2 heb je een halve draai gemaakt. En op 3 de andere helft. En de ene draai is op de linkerbeen. En de tweede is op de rechterbeen. Dus take a look. 5, 6, 7. Ik sta klaar door te stappen op 1. Ik draai op links. En nu draai je op rechts. Dus je draait op 2 voeten als je gaat draaien in bachata. Eerst links, dan rechts als je een linkerdraai doet. Daarom is deze zo belangrijk, de tap op 7 hier. Want dit zet mijn voet alvast klaar voor deze. Kijk, nu ben ik klaar om te draaien. Boom. Ik kan draaien en ik kan draaien. Daarnaast, als de voorbereiding goed is, dan heb je vaart gecreëerd en dan kan het draaien ook veel beter gaan. Niet draaien vanuit stappen, guys. Niet dit doen. Stap, stap, stap. Nu ben ik aan het draaien vanuit de stappen. Wat ik wil doen is eigenlijk mijn bovenlichaam, die geeft mij de push voor de momentum. Probeer het zelf thuis. Je staat zo, gewoon zo staan. Doe je bovenlichaam een beetje even roteren om even te activeren. En vanaf nu ga ik dus dit doen. Oké? Je hebt geen dansschoenen nodig, je kan ook met sokken oefenen thuis. Het gaat erom dat als ik hier sta op 7, mijn bovenlichaam die gaat mij helpen met het draaien. Dus omdat mijn bovenlichaam gaat, volgt mijn stappen. Niet andersom, dus niet stap en dan met je bovenlichaam volgen. Mijn bovenlichaam gaat en mijn voeten die volgen eigenlijk. En als je de juiste stappen weet, dan ga je natuurlijk goed volgen. Als je niet de juiste stappen weet, dan ga je niet lekker draaien. Alright? Dus heel belangrijk, op 5, 6, 7, tap, bovenlichaam gaat. Op 1 zet je alvast je bovenlichaam en je voet draait door. En 1, 2, 3 en tap, 5, 6, 7, tap. Oké? Dat is dus de linker draai. Laten we nog 2 keer samen doen, dan ga ik de rechter draai uitleggen. 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3 en 5, 6, 7, tap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, tap. 1, 2, 3 en 5, 6, 7, tap. Oké. Dat was de linker draai. Als je de basic nog niet weet, guys, we hebben video's dat we uitleggen, de basic stap van bachata. Kijk naar de video's. Dit gaat puur om te draaien. We gaan ervan uit dat je al weet wat de basic stappen zijn. Oké, dan gaan we nu rechte draai doen. 1, 2, 3. Dan is de voorbereiding op de tap. En dat is de vierde tel. En tap. 1, 2, 3. Pam. Tap en nu ga ik dus stappen en draaien. Dezelfde principe als de linker draaien. Alleen nu ga je dus
eerst stappen. Je draait eerst op de rechtervoet, dan op de linker. Oké? Okay? Dus als ik zo sta, eerst op rechts, dan op links. Oké? Okay? Dit gebeurt snel, je hoeft niet over na te denken. Je bovenlichaam leidt de draai. Oké? Okay? Samen, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. En 1, 2, 3, 5. Nog een keer. En 1, 2, 3. En 5, 6, 7. En 1, 2, 3. Oké, okay, guys, dat was de rechter draai. Dus eigenlijk hetzelfde als linker draai, maar dan net andersom. Ik ga je nog een tip geven. En het heeft te maken met hoe je kijkt om niet duizelig te worden. Als ik ga draaien, 1, 2, 3. Ik kijk alvast naar rechts hier. Als ik ga stappen, kijk ik eerst naar achteren en dan ga ik gelijk naar voren. Niet met je hoofd alles volgen. Dus niet rondkijken, niet dit doen. Rondkijken. Als je rondkijkt, word je gelijk duizelig. Echt gelijk. Dus ik pak twee punten. 1, 2, 3. Ik kijk eerst daar naartoe. 5 en dan gelijk naar voren. Tap. Right. Over de linker draai. 5, 6, 7. Kijk daar. En dan gelijk naar voren kijken. En 5. Oké. Okay? Een makkelijke oefening om dit te oefenen. Dit is spotten trouwens. We noemen dit spotten. Dus als je zo staat thuis. Dan ga je even een beetje kijken. Zo draai, draai, draai. En probeer snel te kijken met je lichaam. Met je hoofd, sorry. En kijk. Dit is puur om het gevoel van je hoofd draaien. Even te oefenen. Blijf gewoon stappen en naar voren kijken. Dus je zoekt echt één punt op en dan ga je gewoon op focussen. Right? Guys, dat was de linker draai, dat was de rechter draai. Oefen dit thuis. Dit zijn de twee belangrijkste draaien in bachata dansen. Vanuit hier krijg je allemaal variaties. Maar hier begint het dus bij. Oké? Okay? Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk en leerzaam vonden. Als je nog geen abonnee bent, doe het nu. Heb je vragen, stel ze gewoon in de comments. En ik zie jou in een andere video. Dankjewel.